We hebben 6 mouwen voor jullie. We hebben dus een cliëntje in die gezouden, dus weg. Rondo straks in de pauze en ik heb dus verbinding mee proberen te maken. Dat is nog niet zeker dat dat lukt, maar dat gaan we zien. De mouwen, die staan gewoon helemaal plakkeloos. Ja, goeiedag allemaal, ik kom graag om iets vertellen, dat ik iets vertellen, dat ik graag vertellen. Wat dacht je nog aan vertellen, dat kun je niet meer vertellen. En als je niet lukt vertellen, dan heb je gewoon jou niet te vertellen. Och, ik heb er ook nog alles van gelegen. Maar goeiedag allemaal. Wacht even, sorry. Jezus, zo kun ik er wel lekker rustig van. Oh, goedenavond mensen. Wat een opkomst. Nou, daar zijn we dan. Net op tijd. Ik zei net pakket. En ik doe het tegenwoordig de post op Aachen. Kunnen zo'n vrouw mijn collega kennen? Die vrolijke van DHL. Nou mensen, die is echt gevallen voor zijn bak. Hebben ze gevallen? Het was net weg. Ja, dat is een lang woord, chef. Goed zo. Michel Rijks, ik zijn hand op. Autoventieldopje. Ja, goed zo, Michel, dat is ook een lang woord. Dat is heel goed. Ik denk, ik weet het ook niet. Ik heb mijn vinger omhoog. Ik zeg, geslachtsgemeenschap. Oeh, zeg je daar ook een mond vol? Zeg dat is spuit. Oh, nee, half. Nee, nou zie ik het. Ik dacht al, ik ben afgevallen en dan kan ik jou opeens goed verstaan. Ja. En waar ben je ergens? Ja, ik zit op Curaçao. Ja, ik loop hier stage. Dat is hard werken, maar ja, daar kun jij waarschijnlijk niet zoveel van voorstellen. Man. Maar, hoe is het op Curaçao? Ja, het is hier druk, hè. Alleen zelfs hier kom ik nog niet van jullie af. Nee, ik mag jullie komen. Dag mensen, goedenavond. Mijn naam is Benny Bang. Ik zit bij de buurtconversie. Veel mensen denken dat het een zwart bandje is. Maar ja, eigenlijk zijn wij heel de dag honden aan het zoeken, want die zijn eigenlijk altijd kwijt hier in Aachen. Maar daar heb ik een oplossing voor gevonden als we nou allemaal honden gewoon WhatsApp noemen. Want ja, dat zijn ze ook altijd op. Ja, ik wilde eerst naar de politie, maar dat was geen goed idee aangezien ik inbreker ben geweest. Maar ik ben wel op sollicitatie geweest naar de politie en daar kwam ik even gebied tegen. Dan zie ik mijn broer, hè? Mijn broer ziet dat. Jeroen van de Vorm. Oh, gooi je gelijk de burger in. Goed, ik zeg hier, hallo lieve kinderen, ik ben een sprookjesboer. Mocht jullie maar nog niet herkend hebben. Als sprookjesboer is natuurlijk vanzelfsprekend dat jullie een aantal sprookjes gaan vertellen.